Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb vandaag voor jullie weer een shoplog van Boohoo. Ik heb vandaag alleen iets anders aangepakt. Ik heb namelijk ook een lookbook erbij opgenomen. En Nessie heeft me erbij geholpen. Dus ik hoop dat jullie het echt heel erg leuk vinden. Ja, zo kunnen jullie eigenlijk ook zien hoe de kleren op mij zitten. En normaal gesproken deed ik het even snel aan voor jullie. En zagen jullie hoe het zat. Maar zo kunnen jullie ook echt zien hoe ik het zou combineren en zo. Dus ik me wel even leuk om met jullie te delen. Trouwens, alle verdere informatie, links, kortingscode en overige dingen die je nodig hebt om te kunnen bestellen bij Boohoo, zal ik allemaal hieronder neerzetten. Ik weet eigenlijk niet of ik voor deze video een kortingscode heb of niet. Maar mocht ik die hebben, dan zal ik die even hier noteren voor jullie. Ik ga alvast starten met mijn eerste item. De eerste item, dat is dit. Het is eigenlijk een soort van blazer dress. Ik heb hem in maat 38. Hij ziet er heel groot uit. Maar als ik hem aan heb, zit hij echt best wel aan de strakke kant. Dat zie je natuurlijk zo ook voorbij komen. Hij zit echt heel erg mooi op de mouwen. Als je iets dikkere armen hebt, is het niet geschikt. Want hij was bij mij best wel strak. En dit zijn mijn armen. Maar hij zit echt heel erg mooi. Van die pofmouwtjes. En het is eigenlijk een grote blazer jurkje. Ik vond deze echt heel erg mooi zitten. Hij is best wel aan de korte kant. Dus ik zou er wel over nielaarzen onder doen. Maar ik vind deze echt super mooi. Heb ik een roze pakje. En deze zat echt zo mooi, jongens. Bestaat uit dit topje. Dus een crop top. Heel mooie kleur roze. Kan je misschien deze licht niet zo heel erg goed zien. Maar echt heel erg mooi. Ook in maat 38. En daaronder hoort deze joggingbroek. Ook echt baby pink. En dit setje is echt zo erg mooi. En zat zo comfortabel. Deze jogging is niet best heel erg strak. Maar ook niet echt wijd. Hij zit gewoon echt perfect. Best wel into pink de laatste tijd. Ik draag het niet heel veel. Maar als ik het draag, dan vind ik het ook echt wel heel erg mooi. Maar deze kleur roze vind ik echt altijd wel mooi. Baby pink. Dan hebben we nog een jogging. En dat is deze. Deze is ook echt heel erg mooi, maar zit meer wat losser. Ik heb hem ook in een maat 38. En hij is best wel lang voor mij hoor. Dus aan de onderkant zie je ook echt dat hij best wel lang is voor mij. Maar dit is een maatje 38 en je kan hier prima een maatje kleiner van nemen. Dus ik zou eigenlijk een 36 heel erg gemakkelijk aan kunnen. Maar hij is wel echt heel erg comfortabel en is warm en het is best wel van dat dikke stof, zeg maar. Ik zou hier eigenlijk ook wel meerdere kleuren van willen, maar wel echt in maat 36. Next hebben we een blouseje. Ik vind deze echt heel erg mooi. Hij is een beetje zo zwart-grijs. Je kan hem losdragen of je kan hem gewoon geknoopt dragen. Hij is best wel lang, dus hij komt een beetje over je kont heen. Ik vind het fijn om de mouwtjes een beetje zo op te vouwen, want het is best wel lang voor mij. Maar ik vind deze echt heel erg mooi. Ik heb maatje SM en ik vond hem echt prima zitten. Ik zou ook gewoon voor een ML kunnen gaan. Dan heb je net iets meer oversized. Maar ik vond deze echt heel erg mooi. Dan hebben we deze jas. En deze zit echt zo fijn. Ik heb nog niet allemaal eraf gehaald, jongens. Het ligt echt aan mij. Het is een jas en hij komt echt letterlijk tot mijn enkels. Hij is echt zo chill. Ik heb hem vandaag aangedaan en ik had het echt geen 1 seconde koud gewoon. Het is echt een heerlijke jas. Het is echt een aanrader. Gewoon lekker zwart. Ik heb hem in maat SM en hij zit lekker oversized. Dit is echt een item die ik gewoon echt heel veel ga dragen deze winter. Omdat hij gewoon echt gewoon super lekker comfy en warm is. En hij past natuurlijk ook overal bij, want hij is zwart. En tegenwoordig draag ik dus echt heel vaak mijn zwarte tas. En dan is het natuurlijk heel erg mooi met een zwarte jas. Ik heb nu ook een heel mooie warme zwarte jas. Het is echt een lekkere stof en hij houdt je echt warm. Het is echt, echt geen dunne jas dit. Dus daar ben ik echt blij mee. Next item is deze sweater. Ik vond deze echt heel erg mooi. En hij zit ook echt heel erg comfortabel. Ik heb een maatje M. Hij zit goed, maar ik kon prima een L nemen. Gewoon voor die oversized look. Maar ik vind deze echt heel mooi. En ik heb voor deze kleur gekozen. Om het net even
Ik heb helemaal haartjes mond. Ik heb voor deze kleur gekozen. Omdat ze hadden volgens mij in het zwart en in het grijs. En ik heb nou zoveel grijs dat ik echt geen grijs meer durf te kiezen. Dus dan heb ik voor deze kleur gekozen. Maar ik vind het ook echt een heel mooie kleur. Echt een aanrader. En weet je, als je gewoon een spijkerbroek aan doet. Je weet even niet wat je er boven aan moet doen. Doe gewoon dit. Leuk sieraden, tasje. En je ziet er gewoon super goed uit. Dan hebben we jurkjes. Ik ben helemaal into jurkjes opeens. Want ik draag gewoon best wel vaak broeken. En ik wil soms even een andere look creëren. En daarvoor heb ik dus deze jurkjes uitgekozen. Ik heb eigenlijk zo'n lange trui is het meer. Die ik als een jurkje draag. Nou, het is eigenlijk gewoon een jurkje met lekker op een truitje met een V-hals. Dat vind ik altijd wel belangrijk, een V-hals bij mijn lichaamsbouw. Anders lijk ik echt heel erg breed. Maar ik vond deze echt heel erg mooi. Hij is heel erg comfy. Hou het lekker warm. En daar doe ik gewoon mijn overnielaarzen onder. En dan is het gewoon oké. Okay. Heel erg fijn. Ik heb trouwens maat. Oh, dat staat hier helaas niet op. Misschien is het één maat of zo. Er staat hier geen maat op. Maar dit is echt heel comfy en aanrader. En die heb je ook in 3 kleuren. Mocht je deze willen. Fantastic, fantastic. Girl, your body is fantastic. Elastic, elastic. Big bands, alles in my reach. De volgende jurk is deze. In het grijs. Ik heb hem dus vandaag gewoon gedragen. Maar ik heb dit blijkbaar niet eraf gehaald. Weet je hoe vaak ik dat heb. Dit is eigenlijk een soort van hoodie. Maar dan gewoon lang. En daarom ook hebben, want ik vond hem echt heel erg mooi. Ik vind de kleur echt gewoon perfect. En hij zit echt heel erg mooi op je lijf. En hij is gewoon heel fijn houtwarm. Want het is van dat hele fijne stof. Zo zie je het wel een beetje. Ik heb hem in maat S. En ik vind hem eigenlijk gewoon goed zitten. Ik wou hem eigenlijk in maat L. Maar toen dacht ik, dan krijg ik best wel een oversized jurkje. En dat is niet echt de bedoeling. Ik wou hem wel echt meer op mijn lichaam hebben. Maar ik heb dus een S. Maar hij zit niet heel strak. Hij zit gewoon echt lekker. Gewoon een beetje losjes bij mijn buik. Dus als je een maat M hebt, je kan best wel een maat S uitproberen van deze jurk. Ik vond deze echt heel chill. Ik vind deze kleur gewoon ook echt heel erg mooi. Nou, dus dat was alweer mijn shoplog. Ik hoop dat jullie mijn lookbook een beetje leuk vinden. We hebben de helft opgenomen in het bos. Dus die zijn echt heel erg mooi gelukt. Maar ik had eigenlijk de rest van de kleding niet mee. Waardoor ik die even hier heb opgenomen met Nessie. Zo, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Vergeet niet in de omschrijving te kijken naar overige informatie. Zoals een link naar de Woohoo website. Ik noteer altijd de juiste link in mijn omschrijving. De Nederlandse website waarop wij allemaal kortingen kunnen krijgen. En meestal als ik een kortingscode heb, dan is die alleen daarop geldig. Dus let daar op dat je op die link klikt. En mocht ik een kortingscode hebben, dan zal ik het hieronder delen. Mochten er andere kortingen deze week online komen, dan zal ik het ook even erbij noteren. Want ze hebben altijd mega veel korting. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden en zie ik jullie bij de volgende. Doei doeg!